What is up, you guys? Ik ben vandaag in Herent en ik heb vandaag afgesproken met Steffen. Steffen is iemand die leert rijden en ik ga hem 3 challenges geven. Hij heeft er al eentje gedaan en die heeft hij al wel heel goed gedaan. Vandaag is het tijd voor een 2e challenge, dus we gaan zien hoe dat hij het vandaag ervan af gaat brengen. Ja, vullen. Voor zijn 2e challenge ga ik hem laten rijden door het centrum, waar dat hij de voorrang van rechts moet respecteren. Klinkt eenvoudig, maar daarom niet gemakkelijk. Wijle weg. Wat komt er aan? Een kruispunt met voorrang van rechts. Ja, zo. De voorrang van rechts. Dat is een heel belangrijke ook. Ja, gewoon dat je weet dat dat gewoon voor je veiligheid is. It makes sense. Snap je? Oeh, voorrang van rechts. Stop. Stop. Oeh, dat was... Oeh. Dat was natuurlijk voorrang. En Steffen had het waarschijnlijk niet goed gezien. Ik vraag me af hoe dat Steffen zich zou voelen nu op dit moment, want hij heeft een paar flaters begaan, om het zo te zeggen. Dus we gaan het hier direct eens vragen. Steffen, leeft jij nog? Ja, half blijkbaar. Hoe is het geweest? Wat is er gebeurd? Ja, dat was inderdaad een mindere. Ik was een beetje te snel aangekomen. De challenge van vandaag die is minder goed verlopen, maar dat is geen erg. Nu kunnen we nog fouten maken. Op het examen zelf kunnen we best geen fout meer maken. En denk eraan, als je zelf nog aan het oefenen bent, kun je best je snelheid aanpassen. Links en rechts kijken. Als je zelf nog andere oefeningen wilt maken, kan dat nog altijd op mijnrijbewijsb.be.